Jawel, we zijn niet meer. Dat is te ver. Je hebt taart aan het papa is mijn genaam, dan gaat hij daar eens. Heel groot, ze gaan uit, dat is wel een lion. Hier is een uit. Voor de orpen, heel groot. Waar het heen gaan, Henk doet. Daar is een lochelaar. Goochelaar. Lochelaar. Goochelaar. Zeg maar goochelaar. Lochelaar. Zeg maar illusionist. Nee? Jawel, mensen. Hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Zoals jullie al hoorden. Dat de tijd snel gaat, want we hebben nu alweer een toezichter. Oh, ja, inderdaad. Hey, wat we in ieder geval vandaag gaan doen. Wat gaan we doen, Billy? We gaan naar een... Nani. Wat? Wat zeg, wat gaan we doen? Nani. Geen Sofia Touzani, je gek. We gaan niet naar Sofia Touzani. We gaan naar een illusionist. Ja. Illusionist. Ja. En wat is een illusionist eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, die vraag kan iemand anders alleen maar beantwoorden. Hey, we zijn aan het filmen, ik weet niet, vriend. Een tovenaar. Wat zeg je? Een tovenaar? Ja. Of een goochelaar? Een goochelaar. Nou ja, in ieder geval. Wat moeten de mensen doen, Bilal? Abonneren, want... Wat zie ik daar? Hé, hey, het abonneerknopje! Want wij zijn echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Positiviteit! Aarde. Let's go! Aarde. En wij gaan nu naar die illusionist. En dan gaan we kijken wat hij kan. Wauw. Heel echte mannen, oei oei. Positiviteit, oei oei. Activiteit, oei oei. Negativiteit, oei oei. Geen tijd voor, oei oei. Heel wegen door, oei oei. Brein. Hey! Hey man! Goeiedag! Hey! Oh, kijk eens! Hey! Ja, ik moet even... Even wennen, altijd ja, even wennen. Ja, dit komt zo. Hoe gaat het? Ja. Goed man, met jou? Ja, lekker man. En we staan hier voor de Ups & Down Amsterdam. Ja, ik ben heel benieuwd wat we hier allemaal gaan meemaken. Het schijnt super vet te zijn. Ja. Ik ben er ook nog nooit geweest, dus we gaan het zien. Is goed. Nou, ik wens je heel veel succes met deze gozer. Ja, het gaat helemaal goed komen. Ja, denk je? Komen. Jawel. Ik ben benieuwd. Yes. Laten we snel naar binnen gaan. Is goed. Nou, loop maar naar binnen. Kom. Ja. Zie je, het was al geregeld. Kijk eens, dus, ja, goed geregeld. Jij ja, dankjewel. Oh jee, gaat helemaal fout. Die kan. Dat bedoel ik. Nee, ho. Oh, Bila, even rustig. Oké, wat gaan we doen? Ja, we gaan naar boven. Ja, oké, let's go. Kom. Kijk eens naar binnen. Iedereen gaat pitchen hier. Ho. Hey, andere kant op. Ja. Hij is nu iedereen aan het uittesten. Kijk hoe ver ik kan gaan. Ja, daar. We gaan waarschijnlijk naar boven. Hey. Ja? Ja? Kijk, dat hoeft niet eens in de rij te wachten. Ik krijg dus met Bilal. Hey, hallo. Hallo. Kom eens even hierheen. Hallo. Oh jee. Wow. Kom maar. Ah, dit is eng. Wat zeg je? Ja, ik kan gewoon lopen, kijk maar. Oei, dit is echt cool! Ah.
Oh, wait, yo. Oh, wat leuk. Ja, hij loopt er gewoon doorheen. Het is gewoon rechtdoor, hè, Sophia? Het valt niet om. Ja, het is. Je krijgt het gevoel, hey, yo. Zo. Waar is Bilal nou? Nee, Bilal, we moeten deze kant. Kom, hij is gewoon meteen eens met mensen op de foto. Ja. Oké, dus we hebben nu een foto gemaakt. Ja, precies. We hebben nu een foto gemaakt. Alle kaarten lagen op deze manier. Ja. We hebben een mooie foto gemaakt als souvenir. En ik zei, ik ga een onvergetelijke souvenir maken. Maar er moet wel iets voor doen, iets van magie. Oké. Bilal, zou jij het vast willen houden? Zou maar vast houden? We gaan dit samen doen. Brahim, zou jij aan een kaart willen denken? Ja, aan de kaart, ja. Wat was de kaart waar je die in gedachten hebt genomen? Dat is, oh. Ja, wacht even, Bilal. Ja. Nee, Bilal. Pas op. Nee, Bilal. Nee, kan niet. Yes, oké. Je verpest de hele ding is bijna. We houden gewoon vast zo voor het door de dingen. Oké. Wat was de kaart die je gedacht had genomen? Het was, hoe heet dat, met die drie, zo'n boompje zeg maar, met die drie... Klaver. Een klaver. Klaver 3. A. Dus het is een aas, wil je? Ja. Klaver aas. Okay, ja. Klaver aas. Oké, dat is best wel een unieke kaart. We gaan dit proberen te doen. Alle kaarten lagen ondersteboven, net als deze kamer. Ja. Wat we gaan bedenken is dat alle kaarten weer dezelfde kant op wijzen. Let goed op. Alle kaarten liggen nu ook echt met dezelfde kant weer. Behalve één kaart. En dat is ook echt... Nee. Jouw kaart. De kaart die jij aan dacht. Nee. En niet alleen dat. Ik zei, we gaan een onvergetelijk souvenir maken. Dus niet alleen het kaartspel is veranderd. Maar de foto ook. Wat bedoel je? Bekijk de foto op je mobiel. Wacht, ik pak hem er even bij. Kijken. Wacht even hoor. Kijk maar de foto. Nee, joh. Ja. Hey, heb jij het nou gezien of niet? Nee. Het interesseert me niet. Jij hebt het wel in ieder geval gezien. Dat is het mooie. Oké. Mijn foto. Ga door, hè. Nee. Kom. Okay, met wie gaan we mee? Met Bas. Nee, niet Bas. Bart. Ja. Ben je van? Hoe heet hij, Bilal? Bilal? Hallo? Nee. Hallo? Nou Bart, succes. Je moet nog een hele dag met hem. Bart, wat is eigenlijk een illusionist? Ja, een illusionist. Dat is ook zo'n groot, breed onderwerp. Maar ja, een illusionist in mijn ogen, wat dat is gewoon echt een persoon die mensen entertaint door middel van illusies eigenlijk. Dus die moet op die manier mensen vermaken. En dat is wat mijn passie ook is. Gewoon mensen leuke dingen laten zien waar ze gestelder staan, weet je. Wat doet hij nou? Ik kan niet. Kijk uit, Bilal. Kijk uit, wat doe je? Hij krijgt geen adem, Bilal. Bilal. Ja, kom dan. Sta op dan. Help. Ik zit niet. Kijk.
Waar is hij dan? Willem! Waar is die gozer? Willem! Willem! Waar is hij dan? Waar is hij? Hier. Willem! Waar ben je? Hey! Daar ben je! Kom maar. Daar ben je. Kom, nee joh! Kom maar. Ja, kom. Help. Kom maar, kom maar. Nee, help. Ja. Kom maar. Hier. Kom maar. Ja. Zo. Dus alleen voor echte? Mannen. Wat zeg je? Mannen. Oké. Okay. Oh jee. Nee, dus ga je nou uit, man. Kom, nee, joh. Nee, laat los. Sophia gaat niet lekker maken trouwen. Wat zeg jij? Sophia, camera maar trouwen. Willem, ik heb het idee dat niemand daar luistert, hè. Kijk, iedereen is bezig met zijn ding. Dus zullen wij naar de volgende? Sophia maar trouwen. Hallo, zullen wij gaan naar de volgende? Sophia maar trouwen. Hallo, hallo, hallo. Ik weet niet wat hij met die bedrijf gaat doen. Kijk, hier. Oh, Willem! Willem! Wat gaat hij doen? Kijk eens. Kijk eens, Willem. Kijk, kijk. Hij gaat goochelen. Kijk, kijk. Oh, ik ga het zo. Je snapt hem al. Hè? Eentje doet hij zo. Gewoon met dames en heren. Het is natuurlijk allemaal niet goed zien. Ik kan je zien ook, hè. Joh. Nou, hij zit al om te kleden hier. Wat? Wie? De badkamer. Wat doet hij nou? Hé. Hij zit te goochelen. Ga jij omkleden? Kan toch niet? Nee joh, gek. Kom. Kom joh. Nee, kom. Kom, hij zit... Ja, hij doet verschrikkelijk zijn best. Ga jij omkleden? Deze man ook. Ah, Bilal, kom op. Meen je dit nou? Bart, jij maakt hem nu een half uurtje mee. Dit is gewoon mijn standaard, hè? Wauw, joh, ja. Het is heftig, hè? Daar gaat je illusie. Wel positief, dat toch? Wel. Ja, zeker. Ik word er helemaal blij van, toch? Dus, Willo, het gaat om de illusie. Het gaat om het goochelen. Wat gaat deze jongen doen dan? Hey vriend, wat is de bedoeling dan? Wat is dit dan? En dit is, wat? Wat zeg jij? Wat zeg jij? Kom. Nee joh, hup naar binnen. Kom. Kom, yalla. Ja. Zeg maar stop ergens. Heel snel. Let op, hè. Zeg maar stop. Deze? Oké. Okay. Deze wil je? Pak maar. Pak ja, maar. Pak ook je wilt. Ja, dan kunnen we kijken. Hij gaat toveren. Wil jij hem pakken? Ja! Waar gaat hij dan? Oké, okay, Willem gaat het even opnieuw proberen. Ja. Ja, het is een hartstikke leuk. Ja, Willem. Kom maar, Willem. Zeg maar. Ja? Oké, pak deze. Niet kijken. Pak maar. Niet kijken. Niet bij laten zien in ieder geval. Ja, ik kijk weg. Oké. Okay. Zou je deze willen signeren? Goed zo. Nee. Nee, pas op. Het is permanent stift. We kijken nog steeds weg. Ja, precies. Dus dit is nu jullie unieke kaart. En we gaan proberen met
deze manier. Ongeveer zo in het midden. Zoiets. En kijken of het echt een unieke kaart is. Let goed op. Zeg maar, jullie kaart zijn ergens in het midden ongeveer. Maar we doen dit. Knip met de vingers en je kan zien. Oh, wacht, zou jij misschien willen knippen? Ja. En je kan. Zou jij misschien willen knippen? Ja. Doe maar. En hij komt in één keer omhoog. Dus we gaan het doen. Zou jij willen helpen ze je hand uit willen houden? Dan gaan we het doen. Zou jij je andere hand erop willen houden? Ja, zou jij ook je hand erop willen houden? Yes, oké. Dus dan doen jullie echt de tweede kaart. Die was een harte 10, hè. Dus we gaan dit proberen te doen. Zo. Let goed op. Je moet op deze manier. Dit keer ga je het voelen. Daar is het nog niet oké. Oh, sorry. Yeah, I'm sorry. Ja, kijk, deze man. Hey, Vida, geef me zijn box. Ja, sorry, Bart. Ja, maar ja. Kom maar. Ja, kom dan. Kijk er. We kunnen nog één ding doen als we. Ja, is goed. Ja, even kijken. Ja, hij loopt alweer verder. Willem. Willo! We zijn natuurlijk hier. Kijk, wat we kunnen doen is dit zo. We doen deze kaart, jullie kaart, zo in het midden. En dit is het ding, ik wil geen gekke dingen doen. We doen hem, hij zit ergens in het midden. En we zijn hier in een kamer waar alle meubels op het plafond zijn. En dan kijken hier. Zelfs een ei op het plafond. Ah, precies, dus het zit echt. Een ei-kleed. Volgens mij dat. Boop. Er zit echt alles op het plafond. Je had elke kaart kunnen kiezen die je wilde. En we hebben hem ergens in het midden zitten. Deze kamer gaat helpen om jullie kaart terug te vinden. Dus we gaan kijken hoe we het kunnen doen. Alles blijft op het plafond plakken. Dus we gaan kijken als we het zo doen. Let goed op. Vanuit het midden, één kaart. Oh, ik zoek niet goed in de kaart daar. Hè? Iedereen vindt het knap. Ja. Behalve deze gozer. Kijk. Kijk eens, Willem, jouw kaart met je handtekening. Jouw handtekening. Hoi, Willem. Is dat knap of niet? Nee. Maar hoe doe jij dat? Je moet toch meer je best doen, Bart? Ik moet even extra bij me pakken. Dat gaat goed komen, denk ik. Okay. We gaan zien. Ja, next level. Zo. Het is een volgend De meeste mensen denken dat het een speciale munt is, maar klopt, is hij al. Je kan zien, hij loopt zo tegen de zwaartekracht in. Net als de kamers hier. Voor hem. Oké, let op, Willem. Goed opletten. Kijk wat hij doet. Wacht nog eens. Hij gaat tegen de zwaartekracht in. Zo, beetje. Doe je hem? Kijk maar. Dus daar heb ik geen interesse in. En wat is eigenlijk jouw. Wat was jouw idee voordat jij Bilo nu echt in het levende lijf ontmoet? Wat was jouw eerste indruk? Of tenminste, wat voor idee had je? Ja. Ik wist eigenlijk niet wat ik moest voorstellen of zo. Want ik heb ook nog nooit opgetreden. Ik heb echt heel veel optredens gedaan. Maar het komt nooit zo vaak voor dat je wordt gevraagd. Misschien. Ja, ik weet niet. Het is wel. Wat ik volgens mij al een keer een telefoontje gezegd. Ik heb wel een keer in een. Hoe noem je dat? Een inrichting. Of ja, een huis. Daar heb je precies een instelling. En dat ging wel gewoon heel goed. En dit was toch wel even next level. Dit is even wat anders. Precies, ja. Ja, dat komt omdat waarschijnlijk de instelling, die hebben een hoger niveau. En Bilal is gewoon 2-3 jaar. Probeer maar eens die aandacht van 2-3 jaar vast te houden. Ja, het is zoveel te zien hier ook. Dus ja. Die
omgeving en ook nog ik probeer iets te laten zien. Het is het door, ja, dat gaat gewoon. Maar goed, ja, ik denk dat de kijkers dat wel kunnen appreciëren. Ja, ja, tuurlijk. Kunnen waarderen. Ja. Jij hebt misschien mijn handpas gelaten. Aan mijn zand. Jawel. Yes, ja. Jij bent echt super positief, jongen. En ik denk dat we daar iets mee kunnen doen. Die positieve energie. Daar ga je soms van vliegen. Zo voel je dan. Moet je opletten kunnen kijken hier. Ja. Zo. Lijkt het niet zo gaaf. Je kan het zien. Geen gekke dingen. Zag je dat binnen? Yes. Wat ben je dan? Moet hij nog een keer doen binnen? Dus natuurlijk lijkt me wel leuk om een souvenir aan de te maken. Ik zei het begin al eigenlijk van, we gaan het onmogelijk mogelijk maken. Ik zei eigenlijk dat we graag mee willen geven. Dus we gaan kijken of we een heel leuk cadeau voor jou maken. Neem het mee dan. Even kijken hoor. Zij, hij leest me een scheur. Ga maar scheuren, Billet. Scheuren? Nee, dat is goed. Billet. We gaan maar scheuren. Ga maar scheuren. Goed zo. Ga maar scheuren. Gaat hij lezen. Willem, ga maar scheuren. Ja, dat is de hele bedoeling. Precies. Nog meer. Nog meer. Dan mag ik wat grotere stukken. Ja, goed zo. Ja, dat is het mooie. Ja. Kijken, dit is ook jouw stukje, dat doe je hierbij. Is het zo? Mooie krant, hebben we eigen krant gemaakt. Nee, ik heb iets hier. Kijk, wie is dit? B van? B van? Van? Bilal? De B van? B van? Zeg maar. Bart. Yes. Hij herkent me. We kunnen iets, wat ik zei, iets doen. Deze manier. Zo, een aantal stukjes in de kroon. Zo. Moet je heel goed opletten. Dit is let op bij Billen. Dit is jouw, let op. Jouw kroon. Maar het is niet echt mooi op deze manier. Het is niet echt een mooie kroon. Want dit is scheur. Moet je goed opletten. Kijk, hè, let op. Kijk eens wat hij gaat doen. Zo, deze manier. Zo. Een mooie kroon. En jouw foto? En de foto. Speciaal voor jou, kan je zien hier in de krant dat echt een foto staat. Nou, en hey. Wat ik de hele tijd heb gezegd, maak het onmogelijke mogelijk. En ik wil dat jij die positieve boodschap bij je mag houden. Dus je mag hem houden als souvenir. Nou, wat zeg je dan? Wow. Ja, dat is wel even een applausje, jongens. Hier. Nee. Oh nee. Dus die mag je houden. Ja, maar. Doe je zo je best. Ja, zo je is best. Is dit zijn reactie? Ja, bizar gewoon. Hey Bart, ik wil jou super, super bedanken voor je tijd en positieve energie. Ja. Ik vind het echt lastig, want je durfde wel. Om de illusies zeg maar naast deze gozer, die is nergens van onder de indruk. Moet je kijken hoe die erbij zit. Hè? Jongen. Is Bart wel een beetje lief? Ja toch. Hey Billen. Mag een box? Ja. Nee, een echte box. Gaan we even normaal doen of niet? Geef me eens een goede box. Nee, een echte box. Een echte mannenbox. Een echte mannenbox. Doe dan. Ja. We gaan nog oefenen even. Toch? Hey Bart, echt super bedankt voor je tijd en energie. En je ziet hoe lastig het is met Zeker, Bilal. Ja. Want wat mij opviel, wat ik zelf niet wist vandaag, is dat er zoveel prikkels voor hem zijn. Ja, vooral hier. Hè. Ja, echt, en dat wist alles is nieuw. Ik wist dat niet. En misschien had ik zelf wat scherper moeten zijn. Ja. Maar je merkt gewoon aan hem dat het gewoon echt te veel voor hem, hem is. Precies. Ja, precies. Hij beleeft alles gewoon op een hele andere manier. Die illusies, die dingen. Ja. Voor mij ook heel interessant te zien. Echt ook de eerste keer om zo op te treden, moet ik zeggen. Dus Dus je was wel zenuwachtig? Ja, best wel. Natuurlijk, begrijp ik ook. Precies, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dus, ja, precies. Hey, wat moeten de mensen doen, Billen? Ze moeten? Wat moeten ze doen? Ja, waarom? Ja, zeg maar. Wat moeten ze doen? Abonneren. Abonneren, want
Wij zijn echte, echte, echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar. Liefde. En wij zeggen altijd. Positiviteit. Aarde. Aarde Pedeci. Love. Ciao, ciao. Yes, we kijken goed aan niet de meisje, maar wel aan de rest. Kijk eens op je? Ja. Oké. Okay. Ja, oké, okay, dan laten we ook nog even onthouden. Tussen al deze andere kaarten in zat precies jouw kaart. Was er een bepaalde reden dat jij tussen al die kaarten die ene kaart hebt gekozen? Was willekeurig. Ja? Ja, ja? Oké, okay, nou, dat is wat we willen hebben. We kunnen kijken. Dit is niet jouw kaart. Maar zat die in de buurt qua kleur of qua waardes? Leek hij een beetje op jouw kaart? Ja, dat wel. Oké, okay, dan doen we dit zo. Zou je je vinger hierop willen houden? Dan gaan we kijken. Oké. Okay. Ja, één momentje, één momentje. Dus denk aan jouw kaart. Ik zie de... Even kijken. Zo, eroverheen. Oké, okay, ik denk dat ik hem heb. Of in de buurt zit. Zeg voor de eerste keer, wat was jouw kaart? En... Kijk, ik zou je zeggen, draag maar op. En hij reageert weer droog. Positiviteit aan wat liefde.